De 10 genomineerden voor de Nationaal Groen Fonds Natuurprijs 2016 zijn MTB-routes Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Waarom is er nou zo'n mooi parcours gelegd? In het verleden hadden we wel eens last van mensen die wild reden door het bos. Want ja, het oude parcours was niet zo heel spannend. En je kreeg overal modderplekken. Dus mensen gaan er omheen rijden door het bos heen. Nu is de route zo mooi dat mountainbikers eigenlijk geen reden hebben om nog ergens anders te gaan rijden. Gewoon omdat dit het mooiste is in het bos. Dus dat heeft het voordeel. Wandelaars hebben minder last van mountainbikers. Mountainbikers hebben een prachtig parcours. En om dat te houden, zo te houden, moeten wij de zaak onderhouden. Modderplekken weghalen, waterputten vullen, etc. Welkom bij Terragon. Op Terragon doen we vaak hele bijzondere dingen. Het is 2,5 hectare land midden in de tuinen van West. We werken samen met de VU. We werken samen met de TU Delft. We geven zelf les op de HKU. Dus eigenlijk is het theater, ontmoet gaming, ontmoet wetenschap en het allerbelangrijkste is ontmoet natuur. Op dit moment, en daarvoor vragen we geld, zijn we bezig met een natuur-educatie-game. Het gaat erover om een doorgeefverhaal te maken. Een doorgeefverhaal waarbij spannende sleutels, magische dingen heel belangrijk zijn. En we hopen dat we in ieder geval in aanmerking komen met ons bijzondere terreintje om te kijken of we de Natuurprijs 2016 zouden kunnen bemachtigen. Maar ja, er zijn nog vele andere gegadigden, dus wij wachten rustig af. Beleef de lente in de klas. Via Beleef de Lente Junior kunnen kinderen het hele voorjaar meekijken in de nesten van broedende vogels. Dat vinden kinderen ontzettend leuk. In de klas gebruik ik Beleef de Lente door elke ochtend een filmpje te kijken van Beleef de Lente. Dat doen we op het digibord, dat is lekker groot. En de kinderen vinden het vooral heel erg leuk om te zien wat er de vorige dag is gebeurd en wat er voor nieuws is gebeurd. Leerkrachten zoals Carolien, die zouden we heel graag willen helpen met het geven van lessen over de natuur. Dat willen we met Beleef de Lente Junior, door Beleef de Lente Junior te vernieuwen. En bovendien door Beleef de Lente Junior vrijwilligers te laten aanbieden die juf Carolien kunnen helpen met iets te vertellen over de vogels en natuurlijk vooral de kinderen mee naar buiten te nemen, zodat ze ze niet alleen maar op het scherm, maar ook in het echt zien. Natuurlijk verbonden stad. Vanaf 2009 hebben Binder Daktuinen en haar partners 8000 vierkante meter aan daktuinen aangelegd op het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Als je hier als patiënt ligt, dan is het veel fijner om naar planten en bloemen en dieren te kijken dan naar een plat hard dak. De opbrengsten zitten in gunstig energieverbruik, maar ook terugloop van ziekteverzuim, maar ook kortere bedtijden voor patiënten. Alles bij elkaar opgeteld maakt dat het 8 euro de vierkante meter oplevert. Hoe rijker het dak uitgevoerd is, des te beter het is ook voor de biodiversiteit in Rotterdam. Sporters voor natuur. Nog maar 15% van Nederland is natuur. En dat is natuurlijk veel te weinig. Om aan alle planten en dieren en sporters een plek te kunnen bieden, zouden we dat minstens moeten verdubbelen. En daarom organiseren wij in 2018, het jaar dat de ecologische hoofdstructuur eigenlijk al af had moeten zijn, een groot evenement getiteld Sporters zetten het Nationaal Natuurnetwerk op de kaart. Het idee is eenvoudig. We gaan met alle buitensporters van Nederland op één dag alle ecologische verbindingszones van het Nationaal Natuurnetwerk rennen, fietsen, lopen, roeien, zwemmen, wandelen, wat u ook maar wilt. Sporters individueel claimen een stukje van het netwerk en komen bijeen in de kerngebieden waar ze elkaar ontmoeten en waar ze een borrel drinken. Aan de ene kant proberen we natuur- en landschapsorganisaties van Nederland ervan te overtuigen dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van wat we noemen de mooiste en de grootste sportschool van Nederland. En aan de andere kant proberen we sporters te mobiliseren zich voor natuur en landschap in te zetten.
Seeds for Silence. Werken en ontmoeten in de natuur. Welkom bij Boerderij De Zalm. Je kunt bij Boerderij De Zalm vergaderen, overnachten en tot rust komen in de natuur. Deze plek kan je zoveel bieden binnen en buiten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan vergaderen, teambuilding. Het veerhuis hier is het nieuwe gedeelte wat van glas is. Wat de nieuwe economie ook wil zijn, transparant. En dat inspireert mensen ook hier om workshops en bijeenkomsten te organiseren om inhoud en vorm te geven aan de nieuwe economie. Inmiddels zijn we met 25 locaties en we hebben al 350 gasten gehad. En nu willen we bekend worden bij bedrijven om daar interessante programma's aan te bieden samen met de ondernemers in ons netwerk. De natuur verdient verbinding, ook onder werktijd. Natuur voor visuele gehandicapten bereikbaar. Welkom op bezoekboerderij Het Achterhuis te Leerdam van de familie Zijdevold, wat al 100 jaar door dezelfde familie wordt gerund. Hier hebben we de gluurse muren neergezet om de mensen te laten kijken met verrekijkers door de gaten op de Place Drasse. 5 jaar geleden hebben we een ruimte gemaakt voor de bezoekers om in de winter ook lekker warm erbij te kunnen zitten als we wat aan educatie doen. We zijn ook bij de vogelboerderij met nog 100 andere boeren. We hebben hier ook een gans- en een eendenvijver aangelegd. We krijgen op deze bezoekboerderij ook mensen die niet kunnen zien, maar wel ruiken, voelen en proeven. En daar zouden wij eigenlijk ook nog wat voor willen ontwikkelen. Natuur en Flower Power. Natuurwerkgroep Gemeente Rukven wil in de komende 3 jaar 15 hectare nieuwe bloemrijke akkers realiseren in en rond Rukvense bossen. De bloemenakkers vormen een brede basis voor nieuwe voedselketens met insecten, vogels en kleine zoogdieren. Er zijn meerdere verbindingen die het project tot een succes maken. Cultuurhistorie, streekproducten, educatie, recreatie en economie. Door het oogsten van het graan, de streekproducten en de toename van recreatie wordt de lokale economie bevorderd. Tiny Forest Utrecht. Dit is Mira. Mira woont in de stad. In de stad van Mira is een groepje mensen bezig met een tiny forest, een minibos, dat je zelfs midden in de stad kan planten. Ze vertelde op school dat zo'n bos extra snel groeit en binnen 10 jaar al erg hoog is. Ook al is het bosje klein, doordat het lekker diep wortelt, verbetert de bodem. Boven de grond kunnen er dieren terecht en kunnen de stadsmensen ervan genieten. Het terrein van de Kremertuin was vroeger een stukje verwaarloosd Utrecht, waar geen goede dingen gebeurden. Samen met buurtbewoners zijn er al moestuintjes gemaakt en er is een inrichting gemaakt voor spelende kinderen. Maar er is ruimte voor meer. Er is ruimte voor een tiny forest. Het enige dat we nog nodig hebben is een klein beetje geld om de werkzaamheden te starten. Veenland Express voor het Bargerveen. Wij zitten in de Veenland Express. Dit is een dubbeldekse huifkar. Uniek voor Nederland en perfect voor vervoer van grote groepen. Dus vermaak van grote groepen en vooral ook voor minder verlieden. Sinds 14 jaar heb ik aan de lijf ondervonden door een spierziekte die toen is begonnen. Wat het is als het gebied niet meer toegankelijk is voor mensen die slecht op been zijn. En dat is voor mij ook gewoon een extra motivatie om mij in te zetten voor projecten als de Veenland Express. Die mensen gewoon genieten. Ik heb echt mensen gehad die komen gewoon met tranen in de ogen, komen ze uit de wagen. En die zeggen van bedankt dat we dit nog een keer hebben mogen zien. Dit waren alle genomineerden. De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2016 gaat naar Tiny Forest.
rustig. Ik ben super blij. Dit is natuurlijk een van de gaafste dingen die je kan overkomen. Ik dacht wel dat we kansen zouden hebben, omdat we zo'n divers project hebben dat heel concreet en klein is en praktisch. Maar ik dacht, er zitten ook heel veel andere hele gave projecten bij. Dus ik denk, nou, die zouden het ook kunnen zijn. Ja, dat is hem.